Hey mensen, je kijkt naar Spooky1611 en vandaag weer een nieuwe Far Cry 3 en we gaan door. Doorgaan. Wij willen doorgaan. Nee, wij zullen doorgaan. Wij gaan verder met iets. Ah, dit laden kost allemaal weer extra tijd. Zou je denken, waarom laat je niet voordat je op gaat nemen? Ja, weet ik eigenlijk niet. Heb ik gewoon geen antwoord op. Oké. Maar ik moet even kijken waar we waren. We hebben vorige keer we haaien gekild. En nu moeten we Sam zoeken en we moeten hem vragen naar Hoyt. Oh, Hoyt. En ik moet mijn ammo even refillen, weet ik zeker. Dat weet ik gewoon zeker. Dus dat doen we hier gewoon. Hoppakee, munitie. Heel inventaris aanvullen. Huh? Oh, $20 korting. Hoppakee. Inventaris aangevuld. En nu gaan wij even kijken. Wij gaan eerst niet naar Hoyt. Wij gaan al die dingetjes voorwerpen maken. Wij willen natuurlijk willen we dat, een hele grote rugzak. Oh nee, maar daar hebben we onsterfelijke beer voor nodig. En onsterfelijke bug en niet drukken. Huid van een eenhoornige. Maar die vind je ook in Pad van de Jager opdracht. Alleen wat is dat voor opdracht? Komt die nog? Die komt vast nog, Pad van de Jager opdracht. Raketbepakking. Oh, dan kunnen we meer. Oh, dan kunnen we meer RPG-raketten. Die hebben we voor 4. Nee. Ja, wel. En hier 5. En 9. Oké, dat is gewoon een verhoging van 1 extra pijl. Deze is wel vet. Een explosieve pijl. Die wil ik. Nee, die wilden we niet. Die is ook vet. Oké, dat is genoeg gekeken. Wij gaan deze jeep in. En dan gaan we gewoon wel richting waar we ook heen moeten. Of kunnen we snel reizen? Dat is ook weer iets. Ik denk wel dat we kunnen snel reizen. Ja, want we moesten daar natuurlijk heen. Want we waren in Thurston Town. En dat lijkt mij even handig. Want anders weet ik echt niet wat er gaat gebeuren bij die missies. Om de radiotor te vinden en te beklimmen. Want dan hebben we daar een beetje een idee van hoe het eruit ziet qua wegen. Dus ik ga richting de radiotoren. Sowieso. Meestal doe ik die gewoon in vrije tijd. Naast het opnemen. Maar ja, nu moet ik het wel eventjes. Die Thurston Town ziet er maar een beetje raar uit. Dan gaan we nu even die radiotoren pakken. En die radiotoren is daar. Nee, daar. Oh, dit is echt niet goed wat ik nu doe. Dat gaat niet lukken met een auto, Sander. Ah, daar is de radiator. Kijk, ik zie hem in de verte. Wow, oh, wat doe ik allemaal? Kunnen we die andere kant wel lopen? Vast wel. Vast wel. Hoppakee. Lekker bous. Dan gaan we even voor die radiotoren, want dat is wel zo handig. En dan hebben we misschien weer nieuwe gratis wapens die heel erg kunnen helpen. Fuck. Nou, we rijden gewoon door. As always. Gewoon doorrijden. Ik zie daar een brug. Allemaal van die bruggen hier. Oeh, dit is wel een kleintje. Oh, dat scheelt niet veel. Wow. Ik hoor weer een
auto. Zo'n hele gas-tankstation hiernaast. Wauw. Nou, daar gaan we dan weer. Oh shit! Oh. Ja, daar reed je eens even langs. Maar ze hebben geen rood aan. Dat is van die militie of zo. Oké, even puzzelen. We moeten daarop. Oké. Moeten we daarop? Nee. Huh? Ja, dat moet wel. Nee! Nog een nieuwe. Even rustig aan jullie. Fuck, dan zijn we weer beneden. Hoe moeten we deze beklimmen? Sowieso. Dat moeten we wel opzoeken. Ah, ik denk er gewoon zo. En dan... Ja, oh, oh, wow. Hoppakee. Ja. Jezus, ze worden echt steeds moeilijker. Hoe? Kan ik dat zo doen of moet ik echt daar staan? Oh. Jezus. Hey. Kist. Even kijken. Oké. Ik denk dat we hier overheen moeten. Ja, dus. Dan hierheen. En dan. Hier. Daarop. Wow. Deze was echt een stuk moeilijker dan die andere. Maar nu zijn we er. Hatsuflatski. Even deze. Hatsuflatski. Nou. En dan hebben we eindelijk weer een radiotoren. Bam. Wat zit hier allemaal in de buurt? Hier zit dit in de buurt. Mooie windmolen. Dit kampje in de buurt. En daar ook iets leuks. We hebben weer een zendmast geactiveerd. En ik zie hier ook een reliquie. Ik weet niet waar het is, maar hier in de buurt is een reliquie. Oké, even kijken, waar gaan we langs? Hier, ik beweeg gewoon helemaal. Die zendmast is niet helemaal recht, zo te zien. Die zwiepert wat mee. Woe! Check mijn wingsuit! Ik denk, ik ga het gewoon proberen. Toggletouw en dan... Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Zien ze me, zien ze me? Dat zien we niet eens. Oh, nu wel. Doei. Wow, ze hebben wel flinke geweren hier. Check dit dan, joh. Heavy gun. Ik krijg ook meteen een nieuwe. Dit is de P416. Oké. Nou ja, dat vond ik even leuk. Dan hebben we nu dus een nieuw stuk. Ja, dit hele stuk is nu zichtbaar. En dan hebben we nog 6 te gaan. Wauw. Wat is dit? Een kamp. Kamp Delta. Maar waarom staat daar zo'n groot huisje?
Dat wil ik ook nog even bekijken. Waarom staat er zo'n groot huisje bij Camp Delta? Want alle andere kampen hebben een vlaggetje. En waarom heeft Camp Delta een huisje? Wat is daar anders aan dan zo'n vlaggetje? We zullen het meemaken. Oeh! Oh, twee. Maar ze blijven daar. Oh, drie! Met z'n drieën zijn ze daar. Ik blijf hier. We gaan even kijken. Geweer hebben we allemaal. Oh, ja, we moeten die geweer ook nog even veranderen. Eerst even kijken bij dit kamp. Wat is hier anders aan? Het is een huisje. Ja, nu? Hier ligt geld. Is het al van ons of zo? Wel vet, deze machine geweer. Chugga 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 chugga. Nee, wat kunnen we hier doen? Ik zie hier dikke dingen haken ervoor. Voor de rest ligt hier weinig. Oké, Kap Delta dus. Wauw. Waar? Kom eens hier. Oeh, met een machinegeweertje. Daar is dat kamp. Bring on the camp. Nou, we hebben alleen geen silent weapons of zo. Dat is jammer. Huh? Ik zie dat hier een kist ligt, maar ik weet niet waar. Bijten. Ja. Een mini zaklamp. Dan kon je hem maar gebruiken nu. Precies op dit moment. Ik ga naar het kamp toe. Fuck it gewoon. Ik ga gewoon naar het kamp toe. Honden. Shit. Deze heeft een grote satelliet. Snijpertje. Oh my god. Ze hebben een beer. Daar staat iemand bij. Helaas heb ik niet iets om dat kapot te gooien, volgens mij. Oh, gaat die man daar kijken. Veel dieren, hoor. Oh my god. Een hond. Daar ook iemand. Het zijn allemaal van een andere partij. Het zijn niet meer die rode. Deze lijken in mijn optiek wat sterker. Maar ik zie niet veel meer. You better not be sleeping around. Ze praten ook Amerikaans. En nog een hond. Daar zie ik niet veel, hoor. Terwijl zoveel lijken dit niet te zijn. Huh?
Oh, nog één. Daar dus. Allemaal zit ze daar. Fuck, 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 fuck. Kut. Dit zijn er heel veel. Kom op. Is de beer al dood? Kut. Ze zien me nog allemaal niet. Kut, kut, kut. Oké. Okay. Nu wel. Go, 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 go. Alarmsysteem uitgeschakeld, dat is mooi. Wow. 1, 2. Wow, genezen. We hebben weer een vaardigheidspunt. Oeh, eventjes een kleine break. We gaan topcoureur. Voertuigen 50% minder schade. Graag. En we eindigen het met een knaller. En dat was hem. We hebben het kamp! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Oh, een beetje vuur maak ik. Sorry. Oh, sorry. Nou, die beer die ging een beetje snel dood. Maar, we hebben nu gewoon een berenhuid. En dat is fucking awesome. Een grote pijlenkoker kunnen we gewoon meteen maken. Waardoor we gewoon heel veel pijlen... Oh, een grootste hebben we ook nog. Een mensetende haai. Jemig, die pad van de jageropdracht zorgt ervoor dat we heel veel van de grootste krijgen. Een mens etende haai. Niet gewoon van een haai, maar echt een mens etende haai. Nou, dit zijn de Aziatische zwarte beren. Ze hebben een opvallend witte borstkas en staat bekend als een agressief dier. Het is de officiële mascotte voor het Chinese nieuwjaar in de Castro. Ja, ja. Ik steek meteen wel de kamp. In de fik. Oh, kijk. Pad van de jageropdracht, dat zijn van die opdrachten. En daar heb ik nog nooit wat geprobeerd. Dus daar kan je ze vinden. Kijk. Reward for animal skins. Dus, oké, dat wist ik dus niet. Pad van de jageropdracht zijn dat. Jullie hebben het vast al eens een keer gezegd in de comments. En dan gaan wij die de volgende keer doen. Ik ben benieuwd wat dit bijvoorbeeld is voor opdracht. We gaan die opdracht een beetje langs. Even een kleine stop in het verhaal. En straks gaan we weer verder met het verhaal. Ik bedank jullie voor het kijken. Bedank jullie voor het abonneren. Tot de volgende keer. En hey. Oh, dat zijn mijn eigen mannetjes. Tot de volgende keer. Doei.